staan hier op de bouwplaats van de nieuwe brug over de Amstel. We staan dus ook aan de Amstel. Ja, het is hier een heel druk verkeerspunt. Hè. We zitten tussen de bestaande spoorlijn en de A10 in. En we gaan boven kijken hoe het werk ervoor staat. We staan hier op de westkant van de nieuwe brug, zover als we hem gebouwd hebben. In de verte kan je station Rai zien, nog net. En we zijn hier nu begonnen met eigenlijk het bouwen van het beginpunt van de brug. Dat noemen we dan het landhoofd. En je kan hier goed zien de uitdaging om op het werk te komen met de bouwspullen. Het is zo krap tussen de Rijksweg en het spoor. Dat maakt het gewoon, de bereikbaarheid is gewoon heel lastig. De dek waar we hier op staan, dat is pas dinsdag gestort. En de mensen die zijn nu bezig met de afwerking van het dek. Door de brug in fase te bouwen, tot halverwege de Amstel eerst, zorgen we ervoor dat het scheepvaartverkeer door kan gaan over het restdeel van de rivier. Als wij zover klaar zijn met de eerste helft van de brug, klappen we om. Dus dan nemen we het nu nog resterende deel van de Amstel voor de bouw van de brug. En dan gaat het scheepvaartverkeer onder de nieuwe brug door. Er komen nog steeds veel meer passagiers en we verwachten ook nog veel meer passagiers in de komende jaren. En dan is op een gegeven moment is de capaciteit van het spoor is vol en dan moet je sporen bij gaan bouwen. Daarom gaan we naar 4 sporen hier.